Ja, laten we even onze handen doorheffen naar onze koning, naar Jezus. Laten we hem opheffen. Hij is onze Heer. Goedemorgen. Ga lekker zitten. 10 jaar in dit gebouw. Geweldig. 10 jaar is getal. 10 is het getal van de test. Ik weet niet of je dat weet. Maar een goed positieve vorm van test is die 10 jaar gehaald hebt. Dan ga je in een nieuw seizoen. Dus ik geloof dat jullie in een nieuw seizoen gaan, wat God voor jullie voorbereid heeft, van groei en van vermeerdering. En dat is geweldig. Het is fijn om hier te zijn. Gaaf om te zien dat het hele balkon helemaal achterin goed gevuld is. Had ik nog niet eerder gezien, dus ziet er goed uit. Allemaal mensen, echt geweldig. En wat een zegen dat je in dit gebouw zit, 10 jaar. Wij zitten net 1,5 jaar in ons eigen gebouw. Maar ik weet dat ik hier 10 jaar geleden nog weer binnenliep met pastor Erald en zag hoeveel hier moest gebeuren. En door de loop van de jaren, iedere keer was het mooier geworden, beter geworden. De gaafste toiletten van Nederland op een gegeven moment. We dachten volgens mij pastor Mathilde met ledverlichting. En weet je, toiletten zijn belangrijk. Als ik eerst ga eten en het is een puinhoop in het toilet, dan ga ik ergens anders heen. Als ze niet voor de toiletten kunnen zorgen, kunnen ze zeker niet in de keuken zorgen. Maar wat ik met jullie over wil hebben, hij is over leven in overvloed. En niet alleen als kerk, maar ook in je privéleven, misschien in je bedrijfsleven. Waar het ook zit op alle facetten. Een leven in overvloed. En ik geloof na het jaar van 10 jaar in dit gebouw, dat er een fase aankomt van overvloed. En ik ga wat verhalen delen uit onze eigen belevenissen. Als kerk, ook als privépersoon. Om jullie te inspireren waar je soms tegenaan kan lopen, maar ook waar je doorheen kan breken om in overvloed te komen. Want kijk, het beloofde land, wat vloeit van melk en honing en waar overvloed is, wat beter is dan de woestijn, wordt niet vanzelf bereikt. Dat wordt niet vanzelf bereikt, er moeten stappen voor gezet worden. En daar wil ik jullie vandaag bij uitdagen. En ik had een week een gesprekje met pastor Erald en toen even, wat gaan we doen? En 10 jaar bestaan en het offer en ik haal zo wat woorden voorbij die ik wel eens gedeeld in de afgelopen jaren. Die verhalen, die zijn wel cool. Dat zou mooi zijn als je dat kan doen. Dus dat gaan we doen. En dat heeft ook deels te maken met hoe we uiteindelijk in ons gebouw terecht zijn gekomen. Wij zitten nu 1,5 jaar in ons gebouw. Gemeente is 12,5 jaar oud. We hebben net met elkaar gevierd. We hebben al met al 7 miljoen geïnvesteerd om erin te zitten. Kun je nagaan hoe gezegend jullie hier zijn. Dat je niet een miljoen parkeerplaats hoeft te stoppen, maar dat je gewoon in de straten mag parkeren. Misschien moet je nou wel een parkeerplekje zoeken, maar je hoeft geen miljoen op te hoesten om ze te hebben. Dus dat is gauw verdiend. Dus ik ga er wat verhalen uit delen om jullie met elkaar te inspireren. Maar het is zo belangrijk om te begrijpen, en ik denk dat we allemaal wel eens zijn. God openbaart op verschillende manieren in het Oude Testament. En één daarvan is dat hij zich openbaart als Jehovah Nissi, de Heere, mijn gerechtigheid. Zongen we net, cornerstone, mijn gerechtigheid. Dat betekent al onze zonden vergeven, onze schuld weggenomen, onze schaamte weggenomen. Geen veroordeling van hen die in Jezus Christus zijn. Geweldig, de Heere is mijn gerechtigheid. En als we vol vertrouwen zijn dat hij dat allemaal voor ons gedaan heeft, heeft hij zichzelf ook geopenbaard als Jehovah Jireh, de Heere, mijn voorziener. En ook als de Jehovah, de Heere is mijn herder. Dus met andere woorden, zo overvloedig als hij je zonde uitwist, je schaamte wegneemt, de veroordeling wegneemt en het eeuwige leven over je uitgiet. Even overvloedig wil hij voor je zijn in dit tijdelijke leven om je in alles te voorzien wat je nodig hebt. Zodat je geen gebrek hoeft te hebben. De Heere is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Nou, dat kunnen we natuurlijk wel zeggen, maar met elkaar zijn er best wel momenten dat we dat geloven en daaraan vasthouden, maar dat we naar onze bankrekening kijken of naar andere situaties kijken en dat het tekort ons aangrijnst. Maar zo goed om te beseffen dat God die tekorten, dat hij die wil vullen voor je. Als je erover nadenkt bijvoorbeeld en je gaat even kijken naar Isaac. Isaac die leefde in het midden van een crisis, dacht erover na om naar Egypte te gaan en een snelle oplossing te vinden. En God zei tegen hem, Isaac, je blijft in dat land. En er was geen regen. Je kunt zeggen, er was droogte, er was tekort aan alle kanten. Maar de Bijbel zegt dat Isaac die vond water keer op keer. En water vinden is in die tijd hetzelfde als geld vinden. Hij vond water keer op keer. En hij oogste in dat jaar, zegt de Bijbel, 100-voudig. Dus God gaf meer dan overvloed in de tijden van tekort. Nou, dan zou je zeggen, zijn zoon Jacob, die in het huis is opgegroeid, die overvloed gewend is,
die in een rijk huis is opgegroeid. Dat die toch wel geleerd hebben van zijn vader Isaac om in overvloed te denken. Maar Jacob was natuurlijk gewoon een schraper. Jacob dacht van, ik moet het zelf regelen. Ik moet zorgen dat ik rijk word. Niet God is mijn voorziener, maar ik moet het zelf doen, desnoods met leugen en met bedrog. Zie, en dat is een manier van denken, die zou ik vanmorgen willen noemen armoede denken. Een geest van armoede. Maar wij dienen een God, en onze God is een geest, een eeuwige geest. Wij dienen een God van overvloed, een God van nooit tekort. En dan zie je dat Jacob, terwijl hij het zelf probeert te regelen, op een punt komt in de woestijn, waar hij helemaal niets heeft. En dat God zichzelf aan Jacob openbaart. En dat Jacob uit tot ontdekking komt. Ik heb zo hard mijn best gedaan om alles te verzamelen. En nu ik niks heb, openbaart God zich en zegt, Jacob, ik ga je rijkelijk zegenen. Ik ga je invloedrijk maken. Nou, de laatste die dat verdiend heeft, was Jacob. Maar dat laat Gods hart zien van genade, van goedheid. Dat niet alleen vergeeft, maar dat je ook een God is die meer dan genoeg heeft om van te leven. En Jacob zegt, ik heb toch niks, kan het makkelijk beloven. Heer, ik ga u stipt van alles de tiende geven. Nou, weet dat Jacob is welvarend geworden. Eind van de rit, nakomelingen van Jacob, die leven in de woestijn. God laat de kippetjes uit Barneveld overvliegen, landen. Iedere dag, dacht ik, als ik het goed heb, landen ze in de woestijn. Dus ze konden altijd kip eten, gebraden kip, gekookte kip, kippensoep, wat je allemaal kunt verzinnen. Het was altijd kip. Maar ook manna. En er waren mensen die toch echt dachten dat het de Albert Heijn hamsterweken waren. En dat ze zoveel mogelijk moesten verzamelen, want je weet toch maar niet zeker of God morgen weer laat regenen. Je weet toch maar niet zeker of God morgen weer... En God had gezegd, nee, je moet leren dat ik een God ben die voorziet wat je nodig hebt. En ik voorzie het op de dag dat je nodig hebt. En alleen op de zesde dag, dan verzamel je voor 2 dagen. En de volgende dag staat er een worm in een manna. Wij hebben een God. Hij is onze voorziener. En hij zegt, weet je, je hoeft niet altijd uit angst en zorgen te verzamelen voor de toekomst. Maar je kunt vertrouwen dat iedere dag voor zichzelf zal zorgen. Laat het nou maar los, want voordat je bidt, weet je hemelse vader al wat je nodig hebt. Nou, dan komt het natuurlijk niet uit te leggen dat Jezus uiteindelijk op aarde kwam. En dat het eerste wonder wat hij deed, op de bruiloft, het water omzetten in wijn, in de beste wijn. En niet ook weer net genoeg, maar meer dan genoeg. Jezus doet het wonder met de broden, niet net genoeg, maar meer dan genoeg. Door de hele Bijbel heen, als je ogen ervoor open gaat, ga je zien, onze God is een God van meer dan genoeg. Ondanks dat onze God een God is van meer dan genoeg, kun je toch soms zelfs in de verleiding komen om toch armoede te denken. Om toch te schrapen. Om toch te verzamelen. Voor de zekerheid dat, stel je voor dat. Weet je, ik was voordat ik pastor werd, was ik in het bedrijfsleven. Ik wist dat ik een roeping had. Had mijn huis al een keer op het altaar gezegd van, Heer, als ik eruit moet, als we een bediening beginnen, kan ik dat misschien niet meer betalen, dan is dat goed. Dat had ik niet op één dag gezegd, dat heeft wat tijd gekost om daar maar over te onderhandelen met God, voordat ik op dat punt was. Maar anyway, op een gegeven moment komen we dus in de gemeente en de genade wordt gepreekt en ik word vrijgesproken van schuld, schaamte, veroordeling. En het volgende wat ze me vertellen, terwijl we goed en koud binnen zijn, is van, en Peter, wij geloven ook in het brengen van de eerste 10. Ik dacht, nou, wie heeft dat nou weer uitgevonden? Maar ze zeiden bij goed nieuws is, test God. Nou, dat is prima. Ze hadden al zoveel zegen gebracht in die korte tijd dat ik bij ze was. Ik kan ze wel testen. Ik kan God wel testen. Dus ik breng de eerste 10e, 4 weken later, boem, ontslagen. Ja, test God. Heel veel mensen denken, test God. Maar weet je wat God dan doet? Dan test hij ook jou. Als jij God test, test hij ook jou. Is toch eerlijk? Ik test, jij test mij, ik test jou. Maar hij gaf mij een gouden handdruk. Niet God, maar mijn werkgever. En dan heb je in één keer een heel groot bedrag. En ik had net geleerd om 10 te geven van een maandelijks inkomen. En nu heb ik in één keer een heel groot bedrag. Mensen zeggen, oh, het is makkelijk om van grote bedragen 10 te geven. En dat is helemaal niet waar. Want dan ga je eruit rekenen hoeveel het is. En het was meer geld dan ik ooit op mijn spaarrekening had gezien, de 10e ervan. En dan heb je allerlei argumenten. Ik krijg voorlopig geen inkomen. Het is een schadevergoeding. Het is voor mijn toekomstige pensioen. Daarom is het gekregen. Allerlei redenen om het niet te doen. Anyway, wij besloten om het wel te doen. En wat er dus gebeurde, dat in die 3 jaar daarna, voordat wij uit het bedrijfsleven gingen, dat God rijkelijk voorzag. De hemel opende
zodat toen wij de minister in gingen, ons huis contant konden afbetalen. En daarbij nog een dik saldo op de rekening overhielden. En ik denk, ja, waarom vertel je dat nou? Dan kom je zo achter. En wat er vervolgens gebeurde is, ik had 3 jaar daarvoor al een keer een heel groot bedrag ook gekregen van een werkgever. En ik had de fiscus een brief geschreven of ze alsjeblieft niet mij dat op een bepaalde manier konden verrekenen, zodat ik minder belasting hoefde te betalen. Nou, je kent het al, leuk kunnen we het niet maken. Nee. Maar goed, bedoel, we niet gewonnen, weet je wel, niet geprobeerd. Nou ja, het is gewoon gedaan. Nee. Maar 3 jaar later, de eerste maand, geen salaris uit het bedrijfsleven. Zo rond de 22e, 21e, 23e, 24e, 25e als een werkgever salaris overmaakt. Komt er zo'n even blauw envelop door de bus heen. Soms kunnen ze het echt wel leuker maken. Ik deed hem open, wij kregen enige tienduizenden euro's terug. Ik dacht, ja, dat kan niet, hè. Ik dacht, dat kan alleen maar te maken hebben met 3 jaar terug. Dus ik voorzichtig de belastingdienst bellen. Ik zeg, joh, ik heb niet gezegd dat het fout. Ik zeg, kun je me uitleggen? Laat jullie het verhaal doen. Kun je me uitleggen waarom ik dat krijg? En toen zei die mevrouw, meneer, u hebt 3 jaar geleden onze verzoek ingediend. Dat is toen afgewezen. En nu is 3 jaar later uw belastingpapier blijkbaar weer over het bureau heen gekomen van de inspecteur. En die heeft besloten dat het percentage wat u aanvroeg fout is, maar u hebt een hoger percentage gekregen. En daar komt dat bedrag vandaan. En op dat moment wist ik, ik had het geld niet nodig. Tot huis was afbetaald, we hadden een bankrekening. Waarom zou God extra geld op mijn bankrekening storten? Maar ik wist wel, de Heere is mijn voorziener. Wat wij ook gaan doen, hij weet, als een dikke knipoog, op de eerste maand dat ik geen salaris krijg, laat hij zien, ik kan je meer geven dan het salaris van de maand. Nou, je zou denken, die Peter heeft nooit meer gelast van armoede denken. Maar armoede denken heeft niks te maken met hoeveel geld je hebt. Armoede denken heeft te maken waar je op focust en waar je naar kijkt. En heeft soms te maken met je omstandigheden. Waar je op safe gaat spelen. En in mijn geval was het precies hetzelfde. Ik ging de bediening in, ons salaris ging naar beneden. Wij gingen 10% verdienen van wat ik eerst in het bedrijfsleven verdiende. Dat was geen tiende brengen, maar dat was 90% loslaten. En dat betekent dat je moet snijden aan al je uitgaves. Koffiemachine de deur uit, vakanties de deur uit, merkkleding de deur uit. Alles veranderen om te zorgen, want je wil leven van het budget wat je hebt. Je wil niet leven van je spaarrekening, je wil leven van het budget wat je hebt. En we hadden er helemaal op gericht, we moeten leren leven van een klein budget. En dat lukte ons ook. Maar tegelijkertijd was het ons zo gelukt, dat ik ook wel het gevoel had gekregen van ja, wij kunnen dus nooit niks leuks meer doen. Er is geen overvloed meer. Dit is de rest van mijn leven, ben ik de arme pastor die in Nederland de kerk dient. Dat beeld loopt bij mij naar binnen. Kan zomaar, hè? Ik bedoel, heel veel mensen vinden ook dat een pastor heel weinig moet verdienen. Het liefst net genoeg om te kunnen eten en drinken. Gelukkig is dat veranderd. Maar anyway, ik was wel zo gaan denken. En ik was op een soort conferentie en op een gegeven moment begonnen daarover armoede denken en een geest van armoede. Dus zit tussen de oren, hoe je denkt. En ik dacht, oh, dat was wel heel herkenbaar. En tegelijkertijd had ik zoiets van, Heer, ik heb bepaalde wensen. Ik zei tegen God, Heer, ik zou zo graag nog eens een keer dat willen doen en dat willen hebben. Weet je, het is alleen maar budget, 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 budget. En ik dacht, nou, dat gaat helemaal open en dan komt in een pakketje naar beneden. Maar wat God zei, was, Peter, ik heb al voorzien, heel lang geleden, het staat op je rekening. Maar jij moet durven dat wat ik je gegeven heb aan te spreken en vertrouwen wat je aanspreekt, dat ik weer zal voorzien en dat weer zal aanvullen. En vanaf dat moment zijn wij ook dat gewoon op een normale manier, wat God ons al gegeven had, om door een seizoen heen te komen van laag inkomen, wat je hebt als je een kerk start uit het niets, om daar doorheen te komen en af en toe er wat van te gebruiken, om vervolgens te ontdekken dat God steeds aanvult. Maar ik had wel ontdekt hoe een geest van armoede denkt. Dus een aantal jaren later, niet zo heel lang geleden, 4 jaar geleden, hadden wij een moeilijke periode in onze kerk. We waren net begonnen met een campus in Zeeland en een campus in Zwolle. En we hadden wat gedoe in de kerk. En er gingen wat mensen weg. En die besloten, en daarmee hadden we eigenlijk ingezet op groei en ook qua kostengroei. En ja, die mensen gingen weg en er was wat onrust. Dus, en de mensen gingen minder geven. En de mensen die er wel bleven, die gingen ook minder geven. Dus we hadden in één keer, in een paar maanden tijd, draaide het hele schip draaide om naar 250.000 euro verlies in de kerk.
Plus dat we nog 250.000 euro uit de boeken van de kerk moesten nemen. Oftewel een 500.000. Wat gewoon verdween. En de maanden daarna, januari, nieuwe jaar, ging alleen maar naar beneden. En we gingen al richting juni en ik kwam al op het nieuwe jaar weer al 100.000 euro tekort in de kerk. En ik merkte op dat moment bij mezelf dat dezelfde geest die ik had een aantal jaren geleden weer vat op mij begon te krijgen. Ik op dezelfde manier begon te denken. Oh, het zal nooit meer zo goed worden als vroeger. Oh, we zullen misschien nooit meer die leuke events kunnen doen voor de kerk. Oh, we zullen misschien dat gebouw nooit gaan bouwen. Misschien moet ik wel staf gaan ontslaan. En op dat moment herkende ik in één keer, ik ben bezig met armoede denken. Ik ben bezig te denken uit tekort. Terwijl ik een God heb die zoveel groter is. En de uitdaging die ik heb, die is zoveel kleiner voor hem. Zie, en dat kan voor mij, was het voor de kerk. En ik heb het privé ervaren. Ik pak je net naar iemand die zegt, van, we hebben dit zakelijk ervaren op dit moment. Misschien zijn er verschillende gebieden waarop je dit ervaart. En hoe breek je dan door? Hoe breek je dan de mold? En hoe kom je er doorheen? Eigenlijk is het heel simpel. Je moet precies het tegenovergestelde acteren. Je moet niet acteren vanuit je eigen denken, vanuit je eigen voelen, vanuit je eigen ervaren. Maar je moet stappen zetten vanuit overvloed. En overvloed gaan plannen. En zeggen, Heer, wij plannen dus wat meer campussen voor de komende periode. En wij gaan vertrouwen dat er een doorbraak gaat komen dat u gaat voorzien. En dat is natuurlijk cool en dat is ook makkelijk gedaan. Want woorden zijn makkelijk gesproken. Maar tegelijkertijd ervaar ik dat God tot mij sprak. En zei, weet je, en je gaat nu fixen dat het tekort wordt opgelost. En hier heb je hoe je het gaat doen. En hij gaf me het verhaal van Jonathan en zijn wapendrager. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar Jonathan en zijn wapendrager, er was een plateau op een berg. Daar lagen de Filistijnen. Die hadden 30.000 tanks, om even in tegenwoordige tijd te praten. 30.000 tanks. En dan strijders als het zand van de zee. En ik geloof dat Saul iets had van 3000 mensen en 2 zwaarden. Zoiets. Dat zijn ongeveer de aantallen. En ze zaten met de staart tussen de benen onder de bomen. Wisten niet wat ze moesten doen. En Jonathan, die staat onderaan de helling. Samen met zijn wapendrager. Met 1 zwaard en een speer. Hij zegt, geest van overvloed. Hij zegt, God kan evenveel door 2 mensen doen als door een heel leger. Zie, hij dacht niet in tekorten. Hij dacht niet van, ik heb geen zwaarden, ik heb geen tanks, ik heb geen manschappen. God kan evenveel doen door 2 als door een heel leger. En hij begon de helling op te klimmen. De Bijbel zegt op handen en voeten, samen met zijn wapendrager. Je zou bijna zeggen, het is een zelfmoordmissie. En hij had gezegd, als ze dit en dit zeggen, dan zal ik weten dat u met ons bent. Weet je, misschien zit je hier vanmorgen wel. En dan heb je het gevoel dat de financiële berg waar je mee te maken hebt, dat je als het ware met handen en voeten naar boven moet klauteren om dat te kunnen oplossen. En dat het onmogelijk lijkt. Weet je, wij als pastors, wij staan soms voor financiële hellingen. Waarvan we soms het gevoel hebben van, ja, hoe gaan we die slechten? Hoe gaan we de kerk meenemen in de toekomst die we voor de kerk zien? Want de visie is altijd groter dan wat we aan middelen hebben. Maar Jonathan had een wapendrager. Hij had iemand die met hem meeging. Zegt van, hey pastor, ik ga met je mee naar boven. Ik help erin, ik help je mee. Ik geloof erin met je. Ik neem net zoveel risico als dat jij neemt. En het verhaal gaat nog weer als volgt. Op het plateau verslaan Jonathan zijn wapendrager 20 Filistijnen. En bij de 20e Filistijn komt er een aardbeving. En komt God in het leger. En dan slaat Saul zijn leger op en dan behalen ze een grote overwinning op de Filistijnen. Maar let op, hij haalde geen overwinning bij de eerste Filistijnen. Er was niks te zien. Toen ze op de helling kwamen had God gezegd van, de keuze die je gemaakt hebt is goed, ik ben met je. 1 Filistijn, niks. 5 Filistijnen, niks. 10 Filistijnen, niks. 18 Filistijnen, niks. 19 Filistijnen, niks. Ik denk dat je onderaf van, Heer, waar bent u? Had u niet gezegd, wij houden dit niet vol. 20e Filistijn, bang. De Bijbel zegt, een aardbeving. God komt in het kamp. De Filistijnen die schrikken en die vliegen op de vlucht. Het hele leger komt in overwinning. En ik zei tegen de kerk die morgen, had ik nooit eerder gedaan. Nooit zo concreet geweest naar de kerk over geld en over wat ik zelf doe. Maar God had op mijn hart gelegd. Ik zei, weet je, wij hebben vanmorgen. Vraag me niet precies waarom en waarvoor. Maar vertrouw mij. Ik heb deze morgen 100.000 euro nodig. En die gaan wij vandaag met elkaar ophalen.
Ik kan je voorstellen hoe mensen naar mij kijken. Ik had het nooit eerder gezegd. Ik zag mensen doorkijken, 100.000 euro. We weten waar we zitten als kerk. Ik weet het ze net nog niet. Maar ik zei dit, ik geloof. Ik doe de eerste 5. En als ik 19 mensen vind, die allemaal een Filistijn voor zijn rekening nemen, dan hebben we er 20. En dan geloof ik dat God in het kamp komt van onze kerk. En dat de doorbraak bereikt wordt. Zie, en dit is geen methode. Dit was voor mij een stap van openbaring. Zie, het gaat erover dat je je tekort, waar je tegenaan hing, het beloofde land, kan alleen maar ingenomen worden als je voorbij ziet aan de omstandigheden, als je voorbij ziet aan de onmogelijkheden, en als je bereid bent om te vertrouwen op wat God gezegd heeft. God had gezegd, jullie kunnen het doen. Maar het volk had een andere geest. Ze zei, nee, dat kunnen we niet doen. Kijk naar de omstandigheden. Zie, logischerwijs kon ik het nooit omdraaien op één zondag. Maar God zegt, het kan. Dus je kunt je natuurlijk voorstellen de week erop dat de mensen allemaal nieuwsgierig waren. En Peter, wat is het nou geworden? Is dat nou gelukt, die 100.000? En daar waren best wel wat mensen, denk ik, die er twijfels over hadden. Begrijp ik ook. Zou ik ook gehad hebben als ik aan de andere kant zat. Ik zei, nou, zeg om een lang verhaal kort te maken. Ik zeg, er loopt nog één Filistijn rond. Dan hadden we 95.000 euro binnen. En hadden we kunnen zeggen, wat mooi. Het doel was 100.000. 95.000, één zondag. Meer dan tevreden. Wat zijn we happy. Gelukkig, dank je wel allemaal. Ik zei, nee. Ik ervaar dat God hierover gesproken heeft. En ik geloof, als we die ene Filistijn neerhalen, dat er overvloed in het huis komt. En overvloed in het kamp komt. Dus die ene Filistijn die moet vanmorgen naar beneden gehaald worden. Dat gaan we met elkaar doen. En op dat moment zijn mijn telefoon ting, 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 ting. En er waren een aantal mensen die hadden zitten wachten om te kijken wat er uitkwam. En die, zo rolden de duizendjes naar binnen. Naar 125.000. Maar weet je wat er gebeurde? 4 jaar geleden, 500.000 tekort. Halverwege het jaar al een ton tekort. Maar we eindigden dat jaar met 250.000 euro in de plus. En het jaar daarop ging het inkomen het ging van 1,2 naar 1,4 naar 1,8 naar 2,1. Er brak een overvloed los in het huis. En wat je niet hebt, dat kun je niet geven. Zeg maar, hoe is het dan gebeurd? Er waren mensen, want dat ook gebeurde toen wij dat hadden, kwamen ze gelijk om de hoek van, en jullie kunnen dat gebouw bouwen. Maar jullie moeten wel meer investeren dan je eerst van plan was. Het was een project, we begonnen met 6 miljoen, we zijn geëindigd met 7 miljoen. Hoe is dat dan gebeurd? Er waren mensen die zeiden, Heer, ik wil zo lang die andere baan hebben. Ik ga solliciteren en de salarisverhoging die ik beding, de eerste maanden zijn allemaal voor u. Heer, het is een order die ik niet binnenkrijg in mijn bedrijf. Als ik deze binnenkrijg, is het resultaat voor u. Ik sprak iemand en zegt van, Heer, het was eind van deze tijd van het jaar. Hij zegt, mijn bonus binnenhalen, dit jaar, onmogelijk. Hij zegt, ik kan hem makkelijk weggeven. Heer, als ik mijn bonus binnenhalen, is die voor u. Hij heeft moeten werken tot 12 uur 's avonds op uiersavond, maar had zijn bonus binnen. Zie, als wij ruimte scheppen. Ja, sommige mensen zeggen, ja, als ik de loterij win, is die voor u. Nee, het gaat erover dat je een leven hebt van overvloed, van waaruit je geeft en wat je deelt met God. En waar je vervolgens in geloof ruimte creëert voor God om in te stappen. Wat ik ontdekte, dat ik deze preek die ik hier nu hou, of deze verhalen, die heb ik gehouden in de tijd, in september, nu 2 jaar terug denk ik, bij C3 in Amsterdam. Die vroegen toen ook eigenlijk in een soortgelijke dienst als deze, goh, wil je een keer over jullie eigen ervaringen praten. En op dat moment waren wij al aan het bouwen. Het was in september, ik zou in december in het gebouw gaan. Ik had nog 1 miljoen tekort. Dan zeggen mensen, ik kan die miljoen niet maken, snap je? Ik heb ze zelf niet, ik kan ze zelf niet bijleggen, die moet ergens vandaan komen. En die komt ergens vandaan. We zijn gaan bouwen, het jaar ervoor, het land gekocht, 1,5 miljoen, alles betaald, niks meer in de bankrekening. 0. Half juli. Moest eind juli salarissen betalen van de staf. Was er net weer. En stap voor stap, ik ga nooit bouwen als doorbrekers. Als ik niet de hypotheek rond heb, de giften binnen heb, dit kost het project, dit heb ik op de bankrekening staan, dit gaan we doen. Laat die Amerikanen maar gekke dingen doen met bouwen zonder ze het geld hebben. Eind van de rit hebben wij gebouwd zonder het geld te hebben. Toen we begonnen. Maar stap voor stap. Heeft God voorzien.
Wij zijn gaan wandelen en God voorzag. Iedere keer als het op was en wij naar de bodem kijken, zeggen we, Heer, de volgende stap staat er. En we weten nog niet hoe we dit gaan financieren of hoe we dit gaan oplossen. Waar ligt de sleutel? En eind van de rit zijn we erin gekomen. Is het pittig geweest? Ja. Uitdagend geweest? Ja. Hebben we nog een uitdagend jaar? Zeker. Wij proberen op dit moment 225.000 euro op te halen. We hebben van de zomer 125 gedaan. Dat zijn enorme bedragen. Maar weet je, de een is 100.000 euro net zoveel als voor de ander een tientje. Als wij straks dan ons offer gaan kijken, dan zit er misschien eentje in voor 100, en eentje in voor 75, en hopelijk eentje van 25, en een paar van 10. En heel veel van 250. En ook nog heel veel van rond de 100 en van de 50. Maar met elkaar, ieder naar de gave die God hem gegeven heeft, zijn we in staat om te voorzien wat ze moeten doen. Weet je, en wij geloven persoonlijk niet in gebouwen. Gebouwen is een middel om mensen te bereiken. En in ons geval is het gebouw ook onze business. Maar waarom ik het vertel is dit. Je kunt soms voelen wat armoede betekent. Terwijl je niet eens arm hebt, je hebt het wel. Maar je moet openbreken. Je belooft het land inbreken. En dat is wat, wat in nummer 14 vers 24 staat. Weet je, als je in het beloofde land wil leven, een land wat overvloeit van melk en van honing, moet je een andere spirit hebben dan de andere mensen. Kijk hier in nummer 14 vers 24. En die andere spirit, dat is niet iets, een andere geest, dat is gewoon een andere manier van denken. Dat is een ander hart. Dat is gaan met de geest van overvloed. En onze God is een geest. En hij is de geest van overvloed. Hij geeft altijd overvloedig. Hier staat maar mijn diener Caleb. Omdat in hem een andere geest was. Zie, er was een andere geest in Caleb. Hij dacht anders dan de anderen. Waar de anderen onmogelijkheden zagen. Vergeten waren wat God in de afgelopen jaren had gedaan. Konden ze niet zien wat God nu ging doen. Jullie hebben een prachtige geschiedenis achter je liggen als kerk. Als je alleen kijkt naar de afgelopen 10 jaar in dit gebouw. Van hoe het was en waar het nu is. Wat jullie aan offer hebben gebracht voor jullie toiletten en voor jullie basement. En voor de balustrade waar nu allemaal mensen op zitten. En voor de nieuwe lounge die hiernaast zit. Door de jaren heen hebben jullie zo geofferd. Waarom heb je het gedaan? Omdat je een mooi gebouw wilde? Nee, omdat je zag, als we dit investeren, gaan er mensen komen die aangeraakt gaan worden en die vrij gaan komen. En je hebt het gebracht. En je bent nu 10 jaar verder en God wil je in een nieuw seizoen duwen. Maar je hebt er een andere geest voor nodig. Maar kijk, want die staat er, en hij heeft erin volhard om mij na te volgen. Nummer 14 vers 4, erin volhard om mij na te volgen. Volharding, ik weet niet hoe jullie over het woord volharding denken. Maar volharding klinkt bij mij als de tanden op elkaar. Ik fietste vroeger veel tussen in Zeeland, ik kom uit Benezeel, tussen Krabbedijk en Ierseke. En dan had je zo'n, ik noem het maar een lange rechte weg, ik noem het maar een lange weggetje. Het probleem was dat als ik op mijn fiets was, ik had de wind altijd tegen. Of ik naar die kant ging of die kant op ging, de wind was altijd tegen. En ik weet één ding, vlak land, waaien. Koud, dat was maar één manier om aan de andere kant te komen. Volharden. Weet je wat volharden is? Doorgaan waar andere mensen opgeven. Blijven geloven waar andere mensen naar de omstandigheden gaan kijken. Toen de andere mensen keken naar de reuzen, naar de koningen, naar de onmogelijkheden, bleef Caleb volharden om te kijken naar God en vooral te kijken naar wat hij al gedaan had. En als hij dat in de afgelopen 10 jaar in dit huis heeft gedaan. En het is een vermenigvuldigende trap meestal bij God. Het gaat meestal zo. Wat kan hij dan in de komende 10 jaar door dit huis doen? En daar kun je deel van zijn. Daar kun je deel van zijn. En dan moet je soms bereid zijn om jezelf te laten stretchen. Weet je, en ik denk dat een geest van overvloed eigenlijk ook zo werkt. Dat je zegt van Heer. Eindejaarsoffer, komt nooit goed uit, al verkeerde moment, net duurde Sinterklaas gehad, kerst wordt nog duurder. Het komt nooit goed uit. Dat je aan de Heer vraagt, wat vindt u? Wat zou ik moeten doen? Ik heb altijd een hekel aan die offerpraatjes. Wij doen ze ook nooit in onze kerk. Ik doe ze niet graag. Maar ik kom er niet aan,
om af en toe wel visie te geven. Dus ik moest vorige week bij ons in de kerk visie geven voor 225.000 euro. En dus mijn vrouw vroeg 's ochtends, zegt, heb je er zin in vandaag? Ik zeg, nee, eigenlijk niet zo. Waarom niet? Ik zei, ik moet visie geven vandaag. En ik zeg, ik weet dat iemand dat moet doen. Want als er geen visie is, is er geen richting. En we moeten duidelijk maken waar we heen willen en wat we nodig hebben. Maar liever doe ik het niet. Ik zeg, Peter, hou het heel simpel. Vertel wat je nodig hebt en zeg vervolgens tegen de mensen, vraag aan de Heilige Geest, wat moet ik geven? En ik weet één ding. Als je het vraagt aan de Heilige Geest, heeft te maken met een geest van overvloed. De Heilige Geest zegt altijd een hoger bedrag dan dat jij in gedachten hebt. Dus het is altijd oncomfortabel. Het is nooit comfortabel. Maar God weet hoe die je moet oprekken en hoe die je in het volgend seizoen moet brengen. Weet je, en ik geloof in geven in de vorm van geven vanuit je hart. En ik geloof in blijmoedig geven. En ik geloof in vrijgeven. Kijk, de Bijbel zegt dat je gul kunt zijn en toch gierig. Op hetzelfde moment. Paulus schrijft in de Bijbel, je kunt een gift geven in gierigheid, zegt hij. Dus ik hoop als ik kom dat jullie niet een gift geven uit gierigheid. Je kunt tiendes brengen, de eerste tien van je inkomen, toch gierig zijn. De fariseeën stonden bekend als geldgierig. Maar ze gaven de tiende zelfs van de dille en van de komijn. Oh, mijn klok is uitgevallen, zie ik. Ik heb geen idee waar ik zit per tijd. Het staat 12:59. Tot hoe laat heb ik? Nog 3 minuten? Ah, ik heb de pianist. Mooi. Mooi. Maar weet je dus, je kunt geven en toch gierig zijn. Waarom? Omdat het niet... Kijk, de fariseeën die gaven. Waarom? Omdat het moest. Onder de wet. En als je geeft omdat het moet, geef je niet het vrije wil. En als je niet het vrije wil geeft, geef je niet vanuit je hart. En geef je ook niet blij. En geef je dus wel, maar geef je nog steeds gierig. Maar je kunt geven vanuit vrijheid. Van, dit wil ik doen om mijn God, om die te eren. Weet je, een geest van overvloed die kijkt niet naar de omstandigheden, speelt niet op safe en die weet dat ik een God van overvloed dien. Laat me je een paar puntjes geven waarop je kunt herkennen of je mogelijk armoede denkt. 1. Als je armoede denkt, dan rechtvaardig je tekorten. Ja, ik begrijp het wel. Het komt hierdoor en daardoor. Je rechtvaardigt tekorten en je accepteert. Zeggen, oké, dit is de status quo. Voortaan leven we een leven onder de maat. Hallo, je dient de God van overvloed. Hij wil dat zijn kinderen meer dan genoeg hebben. 2. Als je geest van armoede hebt en je denkt aan armoede, dan haat je de preek van deze morgen. Vind je hem niet leuk? Dan geniet je er niet van. Net zoals de discipelen er niet van konden genieten. Dat er 30.000 euro werd uitgegoten over de voeten van Jezus. Weet je, als je een geest van armoede hebt, dan vind je het moeilijk om iets te geven aan iemand die alles al heeft. Nu ben ik geen miljonair, maar stel ik een miljonair was. Dan zeg ik, Peter heeft alles, daar hoef ik niet aan te geven. Dat is armoede denken. Armoede denken is dat je je niet kunt voorstellen dat je de tiende brengt. Armoede denken is dat als iets voor niets is, dat je probeert je zakken te vullen. En altijd voor een dubbeltje op de eerste rij zit. Armoede denken is als je op vakantie bent en die arme mensen komen bij je, dat je onderhandelt op de laatste cent. Terwijl je niet ziet dat die ene dollar die ze extra geeft, voor hun een dag eten is voor een hele gezin. Ja, misschien onderhandelt op de laatste cent. Maar als je dan klaar bent, omdat je het gewoon leuk vindt om te doen, geef je daarna een bonus. Zodat ze met waardigheid weg kunnen lopen. En hun gezin kunnen geven wat ze moeten geven. Weet je, een armoedegeest is klagen dat je zoveel belasting betaalt. Ik vertel je, er zijn zat mensen die jouw belastingrekening graag zouden willen betalen als ze ook de inkomsten zouden krijgen die daarbij horen. Weet je, als je veel belasting betaalt, spring op van vreugde. Want er is blijkbaar een reden voor dat God je rijkelijk heeft gezegend. Een geest van armoede zit tussen je oren. Alles wat je nodig hebt om in overvloed te leven, is de oorlog tussen je oren winnen. En gaan denken zoals Caleb. Zien wat God heeft gedaan in de afgelopen jaren. Wat zal dit doen in de toekomst? Misschien heb je het moeilijk privé op dit moment. Heb je in de afgelopen 10 jaar ooit honger geleden? Ben je ooit naakt over straat gegaan? Heb je ooit op straat moeten slapen? Als dat niet het geval is geweest, dan zal waarschijnlijk in de komende 10 jaar dat ook niet gebeuren. Als God dat voor je kon doen, zal dat in de toekomst ook voor je doen.
Wij dienen een God van overvloed. En laten we die God nog een hand geven. Heer, dank u wel dat u overvloed bent en wij delen in uw overvloed. Dankjewel, Peter. Fantastisch. Hij is echt een doorbreker, hè? Door dingen heen te breken en zo. En ja, heel dankbaar ook voor je vriendschap en ook gewoon voor je woord en zo. Dat is mooi. Ik denk dat het een hele bijzondere tijd is dat we gewoon nu, vlak voor kerst, hier zo bij elkaar zijn. En we zijn dankbaar, we zijn blij met de ballonnetjes. Waarom hebben we feest? Omdat we toch 10 jaar, anders was deze kerk afgebroken. Anders was deze kerk er niet meer geweest. En ik denk, God wil kerken voor generaties. En ik denk, zo belangrijk. En straks moet je eventjes lekker kijken in de lounge. Zie ook wat hoogtepunten van wat foto's en zo die daar zijn. Hey, we gaan zo even kijken naar het Hart voor het Huis filmpje. En dan ga ik er weer weg. Het leven met Jezus is altijd al een avontuur voor mij. Van jongs af aan kwam ik in de kerk en wist ik dat hij mijn papa was. Met het geloof van een kind liet ik me dopen en vertelde ik iedereen dat ik hem wilde volgen. Wat jammer dat we niet altijd kind kunnen blijven. Hoe ouder we worden, des te echter en harder het leven wordt. Als jonge meid ging ik door grote stormen heen. Te groot voor mij alleen. God had nog steeds plaats in mijn leven, maar niet de plaats die hij echt verdiende. Schuldgevoel ging knagen. Mijn geloof was beschadigd en mijn hart was gebroken. Zou ik me ooit nog ergens thuis voelen? Ja, want nu sta ik hier. En alles in mij zegt, lucky me. Ik dacht dat ik alleen was, maar hij kwam bij me. Ik dacht dat ik gebroken was, maar hij heelde me. Waardeloos werd waardevol. Laat me je vertellen dat er niets is wat hem kan overtreffen. Dat er niets is in deze wereld die leegte kan vullen, beter dan zijn onvoorwaardelijke liefde. Ik investeer. Wij investeren in dat mensen God mogen ervaren in hun leven. In de volgende stappen en toekomst van onze kerk. Omdat de kerk in mij investeert. Generaties die naast ons komen, zoals onze ouders in ons geïnvesteerd hebben. Zo willen wij investeren in de generaties die achter ons aankomen. God investeert in ons en dan willen wij gewoon heel graag meebouwen aan zijn huis. Omdat ik zo ontzettend blij ben met deze kerk. In generaties. In het vooruitgang van de kerk. Van de kindjes.